Ja, ik vind het ook zielig. Lely slaapt nog. Goedemorgen. We staan nog aan de Loire. En we blijven hier nog een nachtje. Het is heerlijk weer, 25 graden, klein windje. En we blijven lekker een dagje chillen hier. Ik ben aan het sporten. Met uitzicht. Kijk, dit is mijn uitzicht op de Loire. Geweldig, hè? Hondjes liggen lekker onder de luifel. En Sansa is heel zielig. Sansa ligt nu ook helemaal onder de camper. Sansa. Sansa. En ze heeft een muilkorf om. Niet omdat ze zo gevaarlijk is. Maar ze heeft een hotspot op de flanken. En ik heb er vanmorgen eens eventjes goed uitgespoeld. En er kwam een grasaardje uit. Dat is ook een beetje aan het ontsteken. Maar met die muilkorf om lijkt ze er wel van af te blijven. Maandag zijn we bij de dierenarts ook een kap gaan kopen. Maar die muilkorf lijkt me voor haar prettiger. Ze is heel braaf. Ja, ik heb hem natuurlijk aangeleerd. In sommige landen is hij gewoon verplicht om bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of wat dan ook te dragen. Dus ik heb hem gewoon aangeleerd. Dus ja, ze steekt haar neus erin en ze draagt hem heel braaf. En die kap is er niet gewend. Dus zolang het goed gaat met die muilkorf, moet ze dat maar eventjes dragen tot het wondje dicht is. Heel vervelend voor haar. Roel die is net naar het dorpje gelopen, helemaal over die lange brug heen. En in het dorpje kwam hij natuurlijk een bakkertje tegen, dus heeft hij een lekker stokbroodje meegenomen. En wat wij heel lekker vinden, dat zal ik even laten zien, is een stokbroodje met boursin. Wij nemen natuurlijk de plantaardige. En gebakken champignonnetjes en veldsla. Veldsla, dat zijn die kleine kopjes sla. Ze hebben hier in de winkel ook van die heerlijke verse uitjes liggen. Dus daar heb ik er ook wat van doorheen gesneden. En dit komt er straks lekker op. Knoflookje erdoor. Lekker man. Ah, die Sansa is zo lekker aan het slapen. Ik kan het nou een beetje zien. Daar zit die plek. Maar goed, ik heb dat broodje gemaakt en zo ziet dat er dan uit. Even kijken hoor, zie je? Lekker champignonnetjes, boursin. Nou, lekker eten. De rivier is maar heel smal. We lopen hier natuurlijk ook over de rivierbodem, maar het ligt allemaal droog. Sansa, ja. Ja, ik vind het ook zielig. Ja, iets anders voor bedenken hoor. De muilkorf hielp toch niet afdoende. Ze kon er toch doorheen likken. Dus ik heb nou die kap omgedaan. Maar ja, dat is ook geen doen in de camper natuurlijk. Dus misschien dat ik zo meteen eventjes een oud t-shirt ga verknippen. En dan doe ik er wel een t-shirt aan. Ja. Nou, dit is het volgende probeersel. Dat is een uit overhemd van Roel. Wordt op zijn plek gehouden door haar tuigje. Zo kan ze er niet bij. Het zit volgens mij nog het beste. Hè? Ik denk het ook. Ze
ziet in ieder geval iets minder zielig uit dan daarnet. Hi! Ja! Braaf, hè? Goedemorgen. We gaan dit leuke plekje aan de Loire weer verlaten. We trekken een stukje verderop. Misschien dat we vanavond ook wel weer aan de Loire staan. We zullen het zien. We willen eigenlijk de snelwegen gaan vermijden en gewoon de leuke weggetjes. Dat is eigenlijk de charme van Frankrijk. Lady. Lady wacht af wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Ispeltje is nog diep in slaap. En met Sandra lijkt het ook beter te gaan. Ze heeft die jurk niet meer nodig van Roel. Tenminste, dat hopen we. Het gaat beter. Ik kan het niet laten zien, want ze ligt helemaal ingerold. Maar het ziet er rustig uit, het plekje. Dus hopelijk hebben we dit ding niet meer nodig. Ja, Lady? Moet jij hem aan? Moet jij hem aan? Lady? Lady, kan je kwispelen? Lady slaapt nog. Ah, was een leuk plekje. Kijken waar de supermarkt nou was. Oh, en dan moet je nog een stukje rechtdoor. Ga maar even rechtdoor. Nou, we zijn weer onderweg. We hebben net even getankt. En we staan hier op de parkeerplaats. Want hij staat even boodschappen doen bij de Intermarché. En daar komt Ayessa met de boodschappen weer aan. En ja, wat zie ik? Ja hoor, lekker een stokbroodje erbij. Yummy, yummy. Kijk voor het hekje. Ja, gaat. Ja. Ik weet niet wat dat was, maar stoep denk ik gewoon. Ik begin meteen te rillen. Ja. Moet je dat? Ja, daar is het. Hier is het hekje. Een mooi plekje onder de bomen uitzoeken. Laten we in Engeland? Ja, laten we dat maar eerst even doen. Goedemorgen. We zijn in de buurt van Tours. We zijn gisteren hier aangekomen en het is een ontzettende mooie plek. Moet je kijken, wat een ruimte. Echt mooie grote plekken.
Alleen de plek is ook zo'n beetje ingeklemd tussen de spoorlijn en een hele drukke weg. Dus nou, het is echt te onrustig voor ons. Helaas, want ik had gehoopt dat we hier een paar dagen konden blijven staan. Maar we gaan zo vertrekken. En toen hebben we het plan omgevat om toch maar in één stuk door naar de Morvan te rijden. Zodat we morgen vrienden kunnen bezoeken die daar wonen. En we gaan nog even onderweg een dierenwinkel opzoeken. Hier een drol. Roel begint over een drol. Wat is er met een drol? Een drol is grappig in het Frans, hè? Oh. C'est drôle. Maar wat wou ik zeggen, we gaan even een dierenwinkel opzoeken. Want Ispel die lust de brokken ineens niet meer. En die is 14,5. Dus als hij iets anders wil, dan krijgt hij iets anders. En verder is het vandaag 14 juli. 14 juli. En kwam er vanmorgen een fanfare langs. Ja, leuk. Ja. Nou, pakken we onze spullen en dan gaan we weer. Tot later. Doei doei. Kijk eens, allemaal lekker op het terrasje. Ja, dat probeer ik ook. Oh, serieus? Wil je hierin? Mag ik niet. Dan mag je niet in. Oh ja, ik zie de kip. Dan moet je daar een. Je moet hier de bocht. Om zie je? Hier moet je naar links. Lukt dat? Godsamme, wat staal. Kijk nou toch. Niks aan. Marktje, grappig. Nou, we zijn er hoor. Kijk eens voor die open deur. We staan dus op camperplaats bij Château Saint-Jean. En zoals jullie zien is het behoorlijk slecht weer. Maar het grappige was, gisteravond werden we ook nog getrakteerd op vuurwerk. Wat we zo vanuit de camperraam konden zien. Oh. Ja, dus een klein probleempje met het uitrijden van de camperplaats. Er zijn al diverse campers zijn er weggegaan, tenminste. Hebben ze geprobeerd, maar er staan dan echt wel 5 of 10 minuten voor die slagboom. Het kaartje werkt niet en het zal wel te maken hebben met het onweer van vanmorgen. Dat er geen internetverbinding is of zo. Ja, het is chaos bij de uitgang van de camperplaats, nog steeds. Er staan ook campers die erin willen, maar ja, er staan campers die eruit willen. Nou ja, je begrijpt het probleem. Maar Sansa en ik. Sansa. Sansa en ik gaan even een loopje maken. Het heeft. We hebben een hele rustige nacht gehad eigenlijk na het vuurwerk. En vanmorgen vroeg begon het keihard te onweren en te regenen. Echt super gaaf wel, indrukwekkend. Lady vond het eng, dus die moest even op bed. Net zoals gisteravond bij het vuurwerk. Dat is wel schattig. Zielig natuurlijk eigenlijk. Maar ook een beetje schattig. En vanmiddag gaan we op bezoek bij vrienden van ons die hier in de Morvan wonen. En daarna weten we het nog niet zeker, want we maken ons ernstige zorgen over Ispel. Die
Nou ja, ze ligt eigenlijk alleen maar. Ze slaapt. Als ze uitgelaten moet worden, dan kan ze bijna niet lopen. Moet ze echt op gang komen. Ze, ja, dat zal wel. Omdat ze natuurlijk dan zo'n tijd op één kant heeft gelegen, heeft ze daar wel moeite mee. En eten gaat moeizaam. Die brokjes die ik gisteren heb gekocht, die vindt ze dan wel lekker. Dus gelukkig eet ze wel wat. Maar ja, misschien moeten we gewoon naar huis gaan naar de dierenarts. We weten het nog niet. Ja, je ziet het niet. Het loopt daar natuurlijk verder. Kom maar, Sansa. Heb je een mooie stok, Sansa? Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.